ik geloof dat veel van mijn beelden en ideeën via mijn voorouders tot mij komen. En dat ik een taak heb om dat verhaal te vertellen en verbeelden. Goedenavond iedereen. Bij deze bijzondere avond. Het is een lezing uit de serie Uit de Kunst van de Academie van Kunsten. Ik heb de eer dat deze, om te mogen melden en zeggen en aankondigen dat deze avond Patricia Kaarsenhout bij ons is. En ik wil toch delen, ook al heb ik verder niet het woord. Ik vind het een eer, want Patricia heeft mij geholpen in wie ik ben. In mijn denken, in het vormen van een discours in een tijd van transitie. Het vinden van nieuwe woorden. Stoppen met one-liners, zoeken naar de diepgang. En dat zijn woorden die refereren aan wederkerigheid en animisme. Dat is wat ik in haar werk tegenkom. En ik ga nog één zin, wil ik zeggen, van een Chinese filosoof, Mencius, die Patricia, wat onderdeel van haar werk is en haar beelden geeft. Mencius. Elk mens kan het lijden van een ander mens niet verdragen. Graag geef ik het woord aan Lisenne Delgado. Dank. Ook aan mij de eer om vandaag de lezing van Patricia Kaarsenhout te introduceren. Goedenavond allen hier aanwezig. Hartstikke fijn dat u er bent. Welkom thuis, ook online, degenen die aanwezig zijn. Patricia Kaarsenhout, een beeldkunstenares die werkt vanuit decolonialiteit. Zij brengt in haar werk vragen aan de orde over vrouwengeschiedenis, seksualiteit, racisme, de transatlantische slavernij en de doorwerking van slavernij in het heden. Wie haar werk kent, die weet dat zij als geen ander verborgen en vergeten verhalen weer tot leven kan brengen in het bewustzijn van zowel een gespecialiseerd als wel een breed publiek. Aan mij dus de eer om straks de lezing aan te kondigen. Een lezing die gaat over wat een decoloniaal leven betekent. Na de lezing zullen wij in gesprek gaan met Patricia. Ik zeg bewust wij. U bent als publiek van harte uitgenodigd om ook vragen te stellen. Dit is het moment. Ik zal uiteraard ook een aantal vragen hebben. En na het gesprek zal er een receptie plaatsvinden. Nu eerst Patricia. Ik ben heel benieuwd naar wat je vandaag met ons delen hebt. Graag het woord aan jou. Ik was helemaal niet zenuwachtig, maar nu word ik het wel. Wauw, zoveel mooie woorden. Dank jullie wel, Anthony en Lisenne. Welkom allemaal. Heel fijn dat jullie gekomen zijn. En ik ben ook blij dat we in een intieme setting zitten. Dus voel je alsjeblieft vrij om na dat ik gesproken heb, om lekker vragen te stellen. En laten we lekker met elkaar in gesprek gaan. En laten we vooral het ongemak niet schromen. Ik zal even het eerste plaatje doen. Ja. Strijd gaat gepaard met tranen. Ik ben opgegroeid in een westerse beschaving die zichzelf superieur vindt aan hun voorouders en aan zogenaamde primitieve samenlevingen. Mijn beide ouders waren immigranten uit Suriname. Ze werden opgevoed met de waan dat westerse opvattingen en waarden de beste waren. Deze ideeën werden aan mij doorgegeven en daarin liggen de wortels van mijn onzichtbaarheid. Op school leerde ik een geschiedenis waar ik niets mee kon. Ik voelde me ongemakkelijk in het land van de veroveraars. Op school, maar ook daarbuiten, werd ik met regelmaat eraan herinnerd dat er mensen in deze wereld zijn die niet in staat zijn om verder te kijken dan de begrenzing van mijn huid.
Als kind dacht ik dat de sterren gaten in de hemel waren, waar het daglicht vanuit een andere wereld doorheen scheen. Het fonkelen van de sterren waren ogen die knipperden. Ogen die naar mij keken. Ogen die door de begrenzing van mijn huid heen konden kijken. Ik groeide op tot een onzichtbare vrouw, zonder visie. Weliswaar een vrouw bestaande uit een substantie van vlees en bloed, water en botten, maar onzichtbaar. Simpelweg omdat mensen me niet wilden zien. Het was alsof ik omringd was door spiegels van vervormend glas. En wanneer men mij benaderde, zag men alleen mijn contouren of een verzinsel van hun eigen verbeelding. En die onzichtbaarheid waar ik naar verwijs, komt voort uit een eigenaardige instelling van de ogen van degene met wie ik in contact kwam. Een kwestie van de constructie van hun innerlijke ogen. Die ogen waarmee ze door hun fysieke ogen naar de werkelijkheid kijken. Ik paste me aan en vormde mij moeiteloos in allerlei bochten als transparante gelei. En kon elke gewenste vorm aannemen die van mij verwacht werd. Van buiten was ik als transparante gelei, maar van binnen borrelde een taaie zwarte massa waarmee ik worstelde in mijn dromen. Oh, verkeerde plaat. De Amerikaanse socioloog W.E.B. Du Bois gebruikt in zijn boek The Soul of Black Folks concepten als de sluier, ook wel de veil, en dubbel bewustzijn, double consciousness, om de eigenaardige omstandigheden met betrekking tot racisme en segregatie te verklaren, waarin Afro-Amerikanen zich in de Verenigde Staten bevinden. En de specifieke instrumenten die ze tot hun beschikking hebben om die omstandigheden te begrijpen en ook hopelijk te ontmantelen. Het bestaan van Afro-Amerikanen, welke ook geldt voor Afro-Europeanen, achter de sluier van segregatie, is voor de meeste witte mensen verborgen. Maar degenen die erachter leven, bewegen zich ook in die witte wereld voort. En als zodanig hebben zwarte mensen kennis over hun eigen leven, over het functioneren van de sluier, en ook over de witte wereld van mensen die aan de andere kant van de sluier leven. Het dubbele bewustzijn dat voortkomt uit het feit dat je zowel zwart als Europeaan bent, biedt de basis voor diepere inzichten in het sociale domein en de mogelijkheden voor effectievere acties tegen de bestaande systemen van overheersing. Ik werd me steeds bewuster van mijn eigen blindheid. Ik realiseerde me niet dat mijn blindheid werd gevormd door leugens en bedrog, omdat ik ben opgegroeid met verhalen over mystificatie. Er werd mij voorgehouden dat kolonialisme gerechtvaardigd kon worden door schema's, cijfers en statistieken. Dat slavernij lang geleden is gebeurd. Dat we niet moeten kijken, niet om moeten kijken, maar vooruit en vergeten. Westerse geschiedenis heeft mij niks geleerd. We zijn hier nu in het Trippenhuis, gebouwd in opdracht van de gebroeders Tripp, Lois en Hendrik Tripp. En wanneer ik naar de website van de KNAU ga, wordt er niet vermeld over het feit dat Tripp de achternaam is van een roemrucht geslacht van Amsterdamse kooplieden die onder andere handelden in wapens en actief bij hebben gedragen aan mensenhandel in Afrika en daar rijkelijk aan verdiend hebben. De dominante cultuur moet haar toewijding in het vertellen van de waarheid hernieuwen, door ook de waarheid van zij die onder druk zijn een plek te geven, opdat we een vollediger en eerlijker verhaal doorgeven aan volgende generaties. Mijn dierbare vriendin en collega kunstenaar Jeanette Ehlers vertelt over een Black Gathering in Berlijn. BBAP, de Black Europe Body Politics, georganiseerd door Elena Lockwood. BBAP was het eerste internationale screeningprogramma en een transdisciplinair rond de tafelgesprek waarin zwart Europees burgerschap centraal stond. Het kader van deze bijeenkomst werd omschreven in decoloniale theorieën die blootleggen hoe het idee van burgerschap is gekoppeld aan het huidige systeem van racisme en daarmee zogenaamde westers humanisme en ethiek aan de kaak stelt. In die zin heeft de raciale hiërarchie van het menselijk bestaan ontstaan in de Renaissance en tijdens de verlichting de huidige witte, heteronormatieve Europese opvattingen vastgesteld over wie mens is en wie lager staat in die hiërarchie.
Bibop organiseerde een langdurige uitwisseling tussen specialisten in disciplines die niet direct verband houden met de witte westerse kunstwereld, maar zich voornamelijk richten op kunstenaars uit verschillende contexten van de zwarte Europese diaspora. Het creëerde met succes meerdere dialogen op het gebied van geschiedenis, juridische studies, theater, kunst en politiek activisme. Het voelde als thuiskomen. Hier werd een taal gesproken die ik intuïtief begreep. Een taal die ik altijd gevoeld heb, maar niet kon articuleren. Opeens kreeg mijn werk een context die klopte en werd duidelijk waarom het niet in het witte westerse kanon thuis paste. Waarom de kunstwereld haar rug naar mij toekeerde. Mijn vormeloze massa begon een stevige vorm aan te nemen. Ik bevond me tussen gelijkgezinden en ik was veilig. Nog nooit had ik zoveel geweldige zwarte denkers en kunstenaars bij elkaar gezien en nog nooit werd ik zo warm welkom geheten. Ik was niet gek en mijn werk was niet vreemd. Zij begrepen mijn beeldtaal nog beter dan ikzelf. Alana stimuleerde mij om performances te gaan doen, om zo mijn praktijk te verdiepen en te verbreden. Ik kreeg een podium. Ik keerde mijn rug naar de westerse kunstwereld toe. Tijdens Bibop 2012 leerde ik Rolando Vasquez en Walter Mignolo kennen. Oprichters van de Decolonial Summer School in Middelburg. Walter en Rolando nodigden Jeannette en mijzelf uit om over ons werk te vertellen aan de studenten van de Decolonial Summer School. Inmiddels doe ik dit alweer 11 jaar. En zowel Jeannette als ikzelf zijn in ons werk, maar ook als mens gegroeid. En er is een diepe vriendschap en liefde en verbondenheid ontstaan. Ik heb een Decolonial family. Echter, de Summer School is 1 keer per jaar en Bibop was maar 2 keer per jaar. Het was mijn brandstof, mijn zuurstof, om een lange periode in de wereld der blinden te overbruggen. Ik begon steeds meer te zien en ervaren en ging ook zelf door een complex decolonialisatieproces heen. Een proces wat nooit stopt, want het koloniale trauma heeft diepe wonden geslagen. Er ontstond een andere eenzaamheid. Een decolonial theory is geen missie, maar een optie. Het wil anderen niet overtuigen van een gelijk. Dat hebben christelijke missionarissen gedaan en zie welke desastreuze gevolgen dat met zich heeft meegebracht. Ik kon mijn nieuwe paradigma op de wereld niet delen, met als gevolg dat ik een dubbel leven begon te leven. De woorden van Maria Lugones zijn me altijd bijgebleven. Once you start with decolonizing yourself, there's no way back. Be aware and accept that it's a lonely process, accompanied with many tears. Het kapitalistische neoliberale systeem is diep geworteld in het bewustzijn van alle regionen in onze samenleving. Zo ook in de kunstwereld. Het systeem pikt ideeën op als een nieuwe jas, past deze aan, wentelt zich er een periode in, totdat de jas uit de mode is en weer afgedaan wordt en gedumpt in een kledingbak die vervolgens naar Afrika verscheept wordt. Ik zie mensen de mond vol hebben van decolonialiteit. Instituten die inclusiever en diverser willen worden. Maar voor wie? Wie profiteert er van inclusie en diversiteit? En hoe inclusief is men wanneer het nog steeds de dominante cultuur is die de voorwaarden bepaalt? Veel gemeentes willen slavernijmonumenten omdat het volgend jaar 150 jaar geleden is dat de slavernij afgeschaft is. Ik zeg bewust 150 jaar. Omdat tot slaafgemaakte mensen nog 10 jaar door moesten werken om de plantages, op de plantages om hun slavenmeesters te compenseren voor hun vrijheid. En laten we ook niet vergeten dat Indonesië 4 miljard gulden moest betalen om van hun eeuwenlange onderdrukken bevrijd te worden. In Haiti 100 miljoen francs, om maar een aantal voorbeelden te noemen. En ik ben blij dat er nu eindelijk een landelijke erkenning begint te komen voor het slavernijverleden en het kolonialisme. Maar een monument alleen is niet genoeg. Transformative justice is een politiek kader en benadering voor het reageren op geweld, schade en misbruik. In zijn meest basale vorm probeert het te reageren op geweld zonder meer geweld te creëren en of schade te beperken om het geweld te verminderen. Veel van mijn performances dragen een gemeenschappelijk delen van het gewicht van de pijn, van pijn in zich en roepen een culturele herinnering op waarmee veel mensen worden geassocieerd. En via mijn performances nodig ik publiek uit om meer te worden dan beschaafde kunstwaarnemers. Al dan niet medeplichtig binnen een rouwgeschiedenis die voortdurend wordt gereproduceerd door de dominante cultuur. En soms plaats ik bewust mijn lichaam, ziel en geest als een brug ertussen.
om het publiek te verbinden met verdriet uit het verleden en hen te dwingen de altijd aanwezige pijn van racisme serieus te nemen. Op een manier die dialoog creëert, genezing genereert en zelf aanleiding kan geven tot vieringen tussen groepen mensen die al meer dan 500 jaar in geconstrueerde oppositie leven. Mijn performances zijn dan ook transformerend en ik hoop dat het ongemak, de verwarring en andere emoties die mijn werk oproept worden omgezet in een positieve energie die de verbeelding activeert. En we hebben onze verbeeldingskracht nodig om een betere wereld te creëren. Documenta 15, recentelijk gesloten, was voor mij de beste Documenta tot nu toe. Omdat het terugkeert naar de witte westerse wereld, de kunstwereld. De stemmen van de Global South spraken. We proberen ze te overschreeuwen, omdat er voor het Westen niks te halen viel. Er was nauwelijks kunst te zien die commercieel en verkoopbaar was. En dan gebeurt er iets wat een herhaling van de geschiedenis is. White rage. Wanneer zwarte en bruine stemmen zich uitspreken, dan leert de geschiedenis dat er altijd een reactie komt van witte mensen die deze stemmen monddood wil maken en in discrediet wil brengen. Een goed voorbeeld is de huidige discussie over de term woke. De Ruarang-groepa probeert men in discrediet te brengen onder het mom van antisemitisme. Documenta 15 laat zien dat het Westen met al haar materiële overdaad een cultuur van spirituele armoede is geworden. Wat Documenta 15 ook laat zien is de generositeit van sharing, welke een vanzelfsprekend gegeven is van veel mensen uit de Global South. De kracht van solidariteit en samenwerken. In het Westen is kunst uit de samenleving gehaald en voor de elite geworden. De Documenta laat zien dat kunst midden in het leven kan staan. Gastvrijheid en delen heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Dus voor mij was Documenta 15 wederom thuiskomen. Als kind moest ik namelijk altijd een extra bord op tafel zetten voor de onverwachte gast. Mijn moeder zei dat deze meteen moest kunnen aanschuiven, alsof we op hem haar gewacht hadden. Er was meestal genoeg te eten, maar zelfs als dat er niet was, dan werd er gedeeld. Dus, wat betekent het om een decolonial leven te leven? Ik heb besloten om daar vanavond geen antwoord op te geven. Ik citeer Prince, mijn grote held, you gotta do the work. What a piece of work is man. How noble in reason. How infinite in faculty. In form and moving. Express and admirable in action, how like an angel.
in apprehension. How like a god. Piece of Work is Man is een serie borstbeelden van bevelhebbers van de KNIL. Die heb ik gegoten in transparant glas. En zij waren verantwoordelijk voor het vermoorden van veel vrijheidsstrijders in de Nederlandse koloniën, voormalige koloniën. En ik heb bewust gekozen voor transparant glas, omdat ik vind dat deze zogenaamde vaderlandse helden, ik wilde ze demystificeren. Ze hadden eigenlijk niet het recht om ondoorzichtig te zijn. En het refereert ook aan een tekst van de Caribische dichter Eduard Glissant, die het heeft over dat zwarte mensen het recht hebben om ondoorzichtig te zijn. Omdat als tot slaafgemaakt mens je helemaal geen privéleven had en je eigenaar eigenlijk alles van je wilde weten. Dus ik wilde dat gegeven omdraaien. Dit is een onderdeel van een installatie die ik in het HEM heb gepresenteerd vorig jaar. En het HEM, zoals jullie misschien weten, is een voormalige munitiebedrijf waar veel van de wapens van het Nederlands koloniale leger geproduceerd werden. En ik wilde per se in die setting deze installatie presenteren. Terwijl deze koppen dus uiteenspatten, worden mensen beschermd door bloemen en bladeren die ik heb laten gieten in glas en die boven hun hoofd hangen. En diezelfde bloemen en bladeren zijn heel belangrijk in mijn cultuur, omdat tot slaafgemaakte mensen op het moment dat ze vluchten, het oerwoud vluchten voor hun achtervolgers, ze beschermd werden door deze bloemen en bladeren. En tot op de dag van vandaag zijn deze heilig. Ik vind ook dat het symbool staat voor de inventiviteit en de kracht van onderdrukte en hun diepe verbondenheid met de aarde en cultuur. En het laat ook een paradox zien van vertegenwoordigers van een allesvernietigd systeem versus de kracht van verbeelding van de revolutionaire om zich van het systeem te bevrijden. While We Were Kings and Queens verwerpt eigenlijk de heersende gedachte dat de geschiedenis van zwarte mensen is begonnen toen zij, quote-unquote, ontdekt werden door Europeanen. En ik heb ze bewust afgedrukt op pagina's van een boek genaamd The European Enlightenment. Een basisprincipe van de verlichting zegt dat iedereen dezelfde start heeft en daarom verdient iedereen dezelfde kansen op emancipatie en democratische levensomstandigheden. In 1712, het jaar waarop Jean-Jacques Rousseau werd geboren, hield de beruchte slavendrijver Willy Lynch een toespraak tot slavenhouders, waarin hij zijn methodes om zwarte slaven te onderdrukken uitlegde. De term lynchen is afgeleid van zijn naam. Ik ben gefascineerd door de ideeën van de zwarte filosoof Anton Wilhelm Amo, de eerste tot slaaf gemaakte man, die studeerde aan een Europese universiteit. Hij was arts, filosoof en sprak 8 talen. En in een van zijn traktaten over het lichaam en de geest zegt hij dat de geest geen pijn kan voelen, alleen het lichaam kan pijn voelen en waarnemen. En de toespraak van Willy Lynch laat zien hoe de hersenen in mensenvreedheden kunnen bedenken wanneer ze losgekoppeld worden van het lichaam.
Met While We Were Kings and Queens wil ik de witte psychose laten zien van verlichtingsfilosofen zoals Voltaire, Hume, Kant en Hegel. Een psychose die enerzijds emancipatie en gelijkheid bevorderde, maar anderzijds racistische ideeën verkondigde. De zinnen uit de toespraak van Willy Lynch staan schril contrast met de filosofische teksten van Amo. Ik nodig het publiek uit om een Nikisi-ritueel toe te passen op de tekst van Willy Lynch, waarmee alles wat sociaal onacceptabel is, letterlijk uit de tekst wordt gehamerd. Een Nikisi-ritueel komt uit de Congo. En ik weet niet of jullie ze wel eens gezien hebben, maar in de Congo worden hele mooie houten beelden gemaakt. Als een soort manier om jezelf te bevrijden van iets wat sociaal niet kan binnen de gemeenschap, worden de spijkers in die beelden geslagen. En wat ik heb gedaan, is ik heb aan het publiek gevraagd om de tekst van Lily Lynch te lezen. En terwijl ze die tekst lezen, om goed te luisteren naar de signalen die hun lichaam afgeven, terwijl ze dus die tekst lezen. Op het moment dat hun lichaam een signaal afgeeft van dat ze iets niet goed voelt, hameren ze een spijker in dat woord, in die tekst. En zo hameren we eigenlijk samen die tekst weg en hameren onze weg naar verbinding en gelijkheid. Maar bevrijden we onszelf ook van dit soort negatieve taal en teksten. Ja, dit was recentelijk in Zweden. En hier zie je dus hoe een groep jonge meiden met heel veel enthousiasme hameren in de tekst. En mijn doel is om uiteindelijk dat die beelden dus te laten zien, hè, dus die tekst, die borden, dat die tekst dus echt helemaal letterlijk weggehamerd is. Dit is een performance die ik in 2016 heb gedaan, The History of Grief. En dat brengt het thema tot rouw in relatie tot het gemeenschappelijke lichaam naar een ander niveau. In deze performance wordt het publiek geconfronteerd met het geweld van koloniale woorden en hoe een bureaucratisch systeem van zwarte lichamen dehumaniseert. Ik werd geïnspireerd door de verhalen van koningin Nzinga, Colotte Lukumi en Marie-Joseph Angélique. En deze vrouwen worden ook geëerd aan de tafel van Guess Who's Coming to Dinner Too, waar ik straks meer over vertel. Deze vrijheidsstrijders die in de 18e eeuw waarvan hun lichamen werden vernietigd en hun verhalen uit onze herinneringen zijn verwijderd. Tijdens de performance sta ik op handen en knieën, terwijl ik de originele, definitieve vonnis voorlees van Marie-Joseph Angélique, die ten onrechte werd beschuldigd van brandstichting. Zij werd veroordeeld tot een afschuwelijke dood. En tijdens de lezing nodig ik een lid van het publiek uit om op mijn rug te gaan zitten en het publiek aan te kijken. En dit is een manier om direct geconfronteerd te worden met een hele pijnlijke, gewelddadige geschiedenis, waar je niet van weg kan lopen. Want wat er vaak gebeurt in bureaucratische taal, dat is dat je in staat wordt, in de gelegenheid wordt gesteld om afstand te nemen van het geweld wat heeft plaatsgevonden tegen deze lichamen en tegen deze mensen. En op deze manier was er geen mogelijkheid om afstand te nemen. Wat er wel gebeurt, en wat ik altijd doe, daarna is er een moment van samenkomen, praten en vieren. Want ik vind het ook belangrijk dat we iets aangaan met elkaar. Maar dat nadat we dat hebben aangegaan, dat we het moeilijke gesprek zijn aangegaan, dat we ook het moment vieren waarin we samen verder kunnen gaan en door kunnen gaan om het trauma eigenlijk te helen. Want ik vind helen en genezen moeten we samen doen. Dat is niet iets waarvan ik geloof dat dat gesegregeerd in aparte groepen gedaan moet worden. Guess Who's Coming to Dinner Too is een installatie die ik in 2017 ben begonnen. Het is eigenlijk een sociaal monument met een groeiende gemeenschap van deelnemers. Het is een reactie op, waarschijnlijk jullie kennen het wel, op een werk van Judy Chicago. Haar kanonieke kunstwerk The Dinner Party, die zijn in 1979 is begonnen. En waar 39 vrouwen uit de oudheid en vooral uit Amerikaanse en Europese heldinnen worden geëerd. En Judy heeft weliswaar best wel een dominant westerse visie op die geschiedenis gehad. Maar tegelijkertijd wil ik er ook de nadruk op leggen dat ik haar werk wel heel erg belangrijk vind. Dus het is niet dat ik vind dat dat werk er niet mag zijn. Alleen ik vind het niet volledig en ik wil er nog iets aan toevoegen en ook een andere visie eraan toevoegen.
En deze tafel gaat voornamelijk over heldinnen van verzet die gestreden hebben tegen het patriarchaat, maar ook tegen de kolonisator. Ik ben dus dit begonnen in 2017. In 2019 is de tafel verder ontwikkeld en heb ik ook glaswerk eraan toegevoegd. En daarvoor heb ik onderzoek gedaan naar voorchristelijke keramiek uit onder andere Colombia, maar ook uit Suriname, waar de traditie is dat je eten altijd gezamenlijk doet en niet zoals wij het hier in het Westen kunnen, individueel, waarin iedereen eigen bord en een glas heeft. Maar je deelt ook je eten vanuit een bestek. En bestek heb je eigenlijk niet, maar je eet eigenlijk gezamenlijk uit, uit gezamenlijke borden en glazen. En het delen vond ik een belangrijk aspect om dat mee te nemen en ook te laten zien dat ik uit een andere cultuur kom. Waarin delen heel erg belangrijk is. Bij de tafel hoort ook een randprogrammering. De tafel is aangekocht door 4 grote musea. Er zit een protocol bij van 50 pagina's. En de tafel mag alleen tentoongesteld worden als er een intensief randprogrammering is. En met die randprogrammering wil ik juist ook die groepen mensen benaderen en bereiken die niet makkelijk een museum in kunnen komen. Wat er gedaan wordt met die groepen is onder andere doorborduren letterlijk aan de tafellopers. Want de tafel is niet af en zal waarschijnlijk ook nooit af zijn. Hoeft ook niet. En er wordt gekeken naar thema's die actueel zijn en die leven binnen verschillende migrantengroepen en die ook aan de orde gebracht kunnen worden. Hier zie je een aantal details. Ik vond het ook belangrijk om transgender vrouwen toe te voegen aan de tafel, omdat er vaak vergeten worden dat deze vrouwen ook in moeilijke posities zitten nog steeds in deze samenleving en dat er nog steeds veel geweld is tegen deze vrouwen. Ik heb Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera toegevoegd aan de tafel om ook de 50-jarige verjaardag van de Stonewall Riots te herdenken, die in 2019, 50 jaar geleden, plaatsvonden. Nou, een voorbeeld van een randprogrammering was een stitch-in de appel, waarin we een hele grote groep mannen en vrouwen hebben uitgenodigd om samen te borduren aan de tafellopers, terwijl Emory Douglas aanwezig was. Emory Douglas is de minister of culture van de Black Panthers. En terwijl hij sprak over formats of care binnen de Black Panther movement, werd er gepraat en ook geborduurd aan de tafellopers. En hier zie je Emory Douglas dus de eerste stekenborduren in de tafel lopen van Marsha P. Johnson. Of Palimpsest and Erasure is een werk wat ik vrij recent heb ontwikkeld in opdracht van het Centraal Museum in Utrecht. Een palimpsest is een perkament of een schrijfoppervlak waarop de originele tekst is uitgewist of gedeeltelijk is uitgewist door een chemisch procedé. En waarna er weer geschreven wordt. En wat er gebeurd is op een gegeven moment, komt de oude tekst weer naar voren en verstoort eigenlijk de oorspronkelijke tekst, waardoor er een nieuwe betekenis kan ontstaan. Vond het belangrijk om binnen de context van de tentoonstelling die onder andere ging over de Botanische Revolutie, om iets te doen met het werk van Maria Merian Sibylla. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zij is heel populair. Ze was een botaniste die op 52-jarige leeftijd naar Suriname ging om daar het planten- en insectenleven te tekenen. Maar wat minder bekend is, was dat zij ook een slavenhouder was. En voor het uitvoeren van haar studies van planten en insecten was zij afhankelijk van tot slaaf gemaakte vrouwen en oorspronkelijke bewoners van Suriname. En veel van die kennis heeft zij overgenomen, maar is eigenlijk nooit benoemd dat zij die kennis van die vrouwen heeft gekregen. En het werkte ook soms tegen die vrouwen. Er is bijvoorbeeld één plant, een peacock flower, die deze vrouwen gebruikten om zichzelf te aborteren, omdat ze niet wilden dat hun kinderen in slavernij zouden opgroeien.
Maria heeft dit bekendgemaakt en vervolgens was het dus verboden voor deze vrouwen om nog in contact te komen met die peacock flower. Dus het heeft ook tegen die vrouwen gewerkt. Wat ik heb gedaan is, ik heb dus een boek gevonden, het oorspronkelijke boek gevonden, wat ingescand is door, moet ik even kijken hoor, wie dat ook, een museum in Duitsland, of nee, een universiteitsbibliotheek in Göttingen. En ik heb die afbeeldingen dus, de oorspronkelijke afbeeldingen gebruikt en ik heb ze eigenlijk verstoord. Ik heb de vrouwen, laat ik eigenlijk als een palimpsest opdoeken uit het verleden. En die afbeeldingen van Maria Sibylla Miriam verstoren. En dan wou ik eigenlijk met dit beeld eindigen. Dankjewel, Patricia. Hoe voel je je? Goed. Ja. Ja. Water ze? Ja, dat is altijd wel lekker. Ja. Je hebt ons verrast door geen antwoord te geven op de hoofdvraag die vandaag centraal stond. Tegelijkertijd heb je wel het een en ander weggegeven. Mm-hmm. Als je goed oplet. Om daarop voor te beduren. Ik ben al langer bekend met jouw werk. Ik heb ze ervaren. Zo, ja, dat is hoe ik jouw werk zie. Dat is de, doe ik tekort aan. Zo ervaar ik ze. Het is een ervaring elke keer weer. De vraag die bij mij toch elke keer weer opkomt, is waar begin je? Want al die verhalen over voornamelijk ook vrouwen, moet ik zeggen, die zich hebben ingezet voor gelijkheid, voor rechten, tegen onderdrukkers, et cetera. Die weet jij toch op een of andere manier te vinden, een plek te geven en te doen herleven. Mm-hmm. Waar begin je? Kan je daar een antwoord op geven? Ja, wat vaak gebeurt is dat veel werken vloeien in elkaar over. Ik doe veel onderzoek, in historisch onderzoek. Ik denk dat als ik geen kunstenaar was geworden, was ik historicus geworden. Zeg ik wel eens. Het was ook mijn lievelingsvak op school. Ondanks dat ik er niet echt goed les in heb gekregen. Maar, dus ik heb altijd, André zei het al, ik heb zelf meestal het gevoel dat ik het niet vind, maar dat het naar mij toe komt. En dat het ook echt het voorouderlijke is wat eigenlijk in mij zit. En waardoor ik soms het gevoel heb dat ik de verhalen letterlijk krijg aangereikt. Dat ik het moet vertellen omdat het te lang in de duisternis is geweest. En dat het naar voren gebracht moet worden. Omdat ik denk dat het beter is om een compleet en eerlijker verhaal te vertellen. Omdat we daarmee kunnen genezen. Maar daardoor ook als samenleving kunnen gaan transformeren. Als we alleen maar eenzijdige verhalen horen, dan kunnen we niet transformeren. Dan blijven we vastzitten in iets waarvan we nu inmiddels wel weten dat het niet werkt. Zijn er dan bepaalde aanleidingen of iets waardoor het begint te stromen? Waardoor dus hetgeen wat naar je toe komt, naar je toe komt? Hè? Om maar bijvoorbeeld te refereren aan, we hebben eerder een gesprek gehad met elkaar. Daarin vertel je over een korte film die eraan komt. En het gaat dan over de negritude. Als ik daaraan denk, dan denk ik eigenlijk aan alle mannen die een intellectuele bijdrage daaraan hebben gegeven. Maar jij neemt juist de vrouw die daarin centraal staat. En dan komt bij mij dus weer die vraag op, hoe komt het daaraan? Waar begin je? Ja. Daar kan ik wel een antwoord op geven, inderdaad. Ja. Ik was bij een performance van Ogoto Buraya. En het was een prachtige performance waarin hij zijn familiegeschiedenis verweefde met de eerste Artists and Writers Conference die in 1956 heeft plaatsgevonden in Parijs. En dus ook benoemde in zijn performance de afwezigheid van zwarte vrouwen. Nou, dan gaat er bij mij meteen een alarmbel rinkelen. Ja. Dus na die performance was er een nagesprek. Dus ik vroeg aan hem van, goh, waarom waren er dan geen zwarte vrouwen aanwezig? En zei hij, oh, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. Dat is wel een goede vraag.
Ja, en dan weet ik al, dan ga ik onderzoek doen. Dan wil ik weten waarom dat dan is. En dan doe ik dus onderzoek. En dan kom ik erachter dat die hele conferentie georganiseerd is door zwarte vrouwen. En geen enkele zwarte vrouw het podium heeft gekregen. Ja, dat is dan een begin voor een nieuw werk. Ja, heel veel onderzoek dus eigenlijk ook. Ja. En dat verwijst denk ik dan ook meteen aan die quote van Prins, die je net met ons deelde. You got to do the work. Ja. Ik merk het ook in mijn eigen vakgebied, het recht. Ook daar, als je andere verhalen wil vertellen, die zijn er niet voor het opraven. You got to do the work. Ja. 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 Je hebt het net over voorouders ook gehad. Mm-hmm. En dat doet me denken aan iets wat ik ook wil bespreken met jou. Ik hoor jou praten over ogen, zichtbaar zijn, niet zichtbaar zijn, de kunst aanschouwen, wanneer je het denk ik over koloniality hebt. Terwijl wanneer je het over decoloniality hebt, dan gaat het over meer bredere ervaring. Mm-hmm. Als ik het goed begrijp, maar dat zal jij straks beter uitleggen, denk ik. Mm-hmm. Ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan A History of Grief, waarin niet alleen degene die kunstaanschouwer zou zijn traditioneel een ervaring heeft, maar ook jij als kunstenares. En volgens mij gaat het ook niet alleen over de levenden op dat moment, maar ook over degenen die er niet meer zijn, fysiek in ieder geval niet. Zou je daar nog over kunnen uitweiden? Dus enerzijds die nadruk op ogen, zicht, en anderzijds de bredere ervaring. Mm-hmm. Ja, het... Ik moet even nadenken hoe ik dat uitleg. Ja. Ik denk dat zoals ik het zelf althans persoonlijk ervaar, zwart zijn is een hele complexe paradox waar je in leeft. Zeker als je in Europa leeft. En eigenlijk gaf ik dat ook al een beetje aan over die veil, hè, dus die dubbele realiteit waar je in zit, hè, die double consciousness. Er is een veil letterlijk waarin achter die veil is jouw wereld en dat is jouw zwart zijn, jouw zwart bewustzijn waarmee je door die wereld naar die wereld aanschouwt. En tegelijkertijd moet je je dus in die witte wereld en in die dominante wereld voortbewegen. Je weg daarin zien te vinden. En ook, het is heel vaak ook manoeuvreren. Mm-hmm. En dat is niet altijd makkelijk. En tegelijkertijd is er dus die andere wereld die je heel goed kent. Mm-hmm. Omdat je zo goed hebt weten te manoeuvreren. Omdat je erin opgegroeid bent. Maar die eigenlijk geen idee heeft wat er achter jouw veel plaatsvindt. Mm-hmm. En eerlijk gezegd het ook eigenlijk niet echt interesseert. He, dus dat is het ook. En om daarin te manoeuvreren, dat is heel erg lastig. Ik heb een weg gevonden voor mezelf, want ik heb het weten om te zetten tot een kracht. Mm-hmm. Ik heb op een gegeven moment, dacht ik tot mezelf, van, ik ga dit niet als een nadeel zien, ik ga dit als een voordeel zien. Want ik weet heel goed wat er achter me in mijn wereld gebeurt. Ik weet heel goed wat er achter die veil gebeurt. Die wereld daar is niet geïnteresseerd in wat er achter mijn veel sluier gebeurt. Dat kan ik gebruiken. Weet je, dat kan ik omzetten tot een kracht. En dat heb ik ook altijd tegen mijn zwarte studenten gezegd. He, gebruik het. Laat je niet naar beneden halen. Maar zet het om tot een kracht. En groei erdoor. Mm-hmm. Dus dat is een van de dingen die ik wel geleerd heb. Die coloniality, nogmaals, wat ik al zei, is een optie. En wat ik fijn vind van het woord optie is dat het mogelijkheden in zich heeft die niet vastliggen. Mm-hmm. Het zijn mogelijkheden die iedere keer veranderen en het zijn mogelijkheden die transformerend werken. Daarom is er ook niet een vaste theorie. En daarom is het ook niet een waarheid. Het is iets wat groeit, wat transformeert, wat meebeweegt, wat onderzoekend is. Mm. Ja, ik hoop dat dat een beetje een antwoord geeft. Ja, ja. Doe me meteen denken aan het volgende. Die had het net ook over een dubbel leven. Hè? Dat je toen je eenmaal begon met decolonialiteit, dat proces, toen voelde je alsof je een dubbel leven leidde, zei net. En je had het ook over het leven achter een veil. Ik vraag me af tot in hoeverre dat dus van elkaar verschilt. Mm-hmm. En misschien wel overeenkomsten heeft.
Ja, het heeft ook overeenkomsten, absoluut. Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk dat decoloniality is meer een term en een theorie. Maar het, wat ik al zei, het is iets wat ik intuïtief altijd gevoeld en geweten heb, maar wat ik, waar ik geen taal voor had en wat ik niet kon articuleren, omdat ik het niet leerde op school, het niet meekreeg. Dus mm-hmm. ik zag het wel, maar ik kon het niet verwoorden. Of nou, laat ik het zo zeggen, ik voelde het, maar ik kon het niet verwoorden. En met die coloniality kwam de taal en kwam er eigenlijk het aha-effect van dit is dus wat ik altijd gevoeld heb. Dit is waar ik iedere keer tegenaan liep, maar waar ik geen taal voor had. Dus het verschil is voornamelijk het bewustzijn van het bestaan van die wiel en daar een taal aan kunnen verbinden en het kunnen articuleren? Of ja? Ja. 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 Okay. Ja. En die taal kan je omzetten tot beeldtaal. Ja. En dat is gewoon... dat is gewoon heel fijn dat je veel bewuster in je beeldtaal wordt. En veel beter weet wat je doet en waarom je een bepaalde beeldtaal gebruikt. Omdat je helder hebt wat je wil zeggen. En dat is dus de kracht waar je het net over had. Ja. 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 We hebben het al gehad over wat je dus als kunstenares zou kunnen doen. Met kunstwerken, eigen bewustzijn. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met instituten. Ja, en ik hoorde je net ook al kritiek leefde tussen neus en lippen door bijna over hoe instituten omgaan met decolonialiteit in onze huidige tijd, waarin het eigenlijk een soort trend is geworden om decoloniaal te zijn of daar in ieder geval iets mee te doen met diversiteit. Tegelijkertijd hoor ik jou dus ook zeggen, you got to do the work. Mm-hmm. What's the work dat instituten zouden moeten doen, als het aan jou lag? Kijk, ik ben er van over. Ik geloof er niet in als je je achter een instituut gaat verschuilen. Mm-hmm. Dus als je denkt als individu, ik werk nou eenmaal in een instituut, dus ik verschuil me achter de regels van een instituut. Dan gaat er dus gewoon niks gebeuren. Het is een individueel proces. Ik geloof dat elk mens de eigen verantwoordelijkheid moet nemen om en ook het lef moet hebben. Want het is ook, je hebt ook moed nodig, hè, om te durven transformeren. En jezelf in de ogen aan te kijken en te erkennen dat je geprivilegeerd bent en dat die privileges ergens vandaan komen. En dat betekent een offer durven brengen. Mm-hmm. Want er gaat niks veranderen als niemand een offer durft te brengen. Dat is een persoonlijk proces. En wat ik nu zie gebeuren is dat alles nog heel erg in het institutionele getrokken wordt. En men denkt dat als het dat een instituut moet transformeren. Maar een instituut kan alleen maar transformeren als het individu transformeert. En niet andersom. En als je het over offers hebt, wat voor offers zie jij dan? Plaatsmaken. Ja. Goed moment, denk ik, om het publiek in te kijken. Zijn er vragen vanuit het publiek? Anthony, ik zag dat jij een vraag hebt. Oh, ja, het was. dankjewel, Patricia. Zou je met ons kunnen delen hoe jij momenteel aankijkt tegen het inclusief beleid? He, op allerlei plekken nu, we plaatsen mensen van kleur op die plekken. Binnenhalen is prima. Binnenhouden is een volgende stap. Binnenhouden is een volgende stap. Mm-hmm. De moed en de lef vinden om in een toppositie die verandering teweeg te brengen. Mm-hmm. Maar wat is dan... Ik bedoel, je komt binnen, het verschil tussen white framing en zorgen dat je je eigen pad trekt, de risico's die je daarin neemt, zo'n hele organisatie meekrijgen. Ik heb vaak het woord ook opportunistisch inclusief beleid. We gaan het maar eventjes doen en dan kijken we hoe dat werkt. Ja, ik heb geen echt. Het is meer een ervaring die ik aan jou voorleg en ik ben benieuwd hoe je er tegenaan kijkt. Inclusief beleid. Mm-hmm. Om te zorgen dat het verandert. Ja, ik blijf, ik heb een beetje een hekel aan het woord inclusief en diversiteit gekregen. Omdat
wat ik om me heen zie is dat het nog steeds eigenlijk gaat over dat een dominante cultuur erachter komt dat het voor een dominante cultuur gunstig is om inclusief en divers te zijn. He, dus, maar dat er niet andersom wordt gekeken. Er wordt niet gekeken van, nee, ik moet het anders zeggen. Wat zwarte mensen nodig hebben. Wat hebben zwarte mensen en mensen van kleur nodig om zich welkom te voelen? En om zich thuis te voelen in een organisatie. Ik hoor nog veel te veel om me heen. En ik heb het zelf ook meegemaakt. Al die emotional labor die je moet doen als zwart persoon. En als je de enige bent in een witte omgeving. Er wordt zoveel druk op je gelegd. Je moet zoveel emotional labor doen. En ik denk, witte mensen, you gotta do the work. Weet je wel? En dat betekent je echt verdiepen in zwarte mensen. In zwarte cultuur en andere culturen. En niet vanuit een superieure gedachte, maar vanuit een wezenlijke interesse onderzoek doen. En je kunt een ally zijn. Ik geloof heel erg in solidariteit. Dus als je een wit persoon als je een zwart persoon in je witte organisatie hebt, heel goed nadenken van hoe kan je die persoon ondersteunen? Hoe kan je die persoon helpen en ook een beetje beschermen en ervoor te zorgen dat die niet een token wordt of alle emotional labor moet doen? Er zitten echt heel veel zwarte mensen thuis overspannen. Een dierbare vriend van mij nu, ook weer. Het gebeurt echt nog steeds. Het gebeurt nog steeds dat zwarte mensen binnen organisaties racistisch worden behandeld, overruled worden. Ik zit nu zelf ook in een ingewikkeld proces. Ik maak het nog steeds mee. En dus ik ben heel achterdochtig over wat er nu in Nederland gaande is. Ik heb echt het gevoel dat het nog steeds heel erg cosmetisch is. En niet dat men niet bezig is om wezenlijk onderzoek te doen naar hoe gaan we nu transformeren? Hoe gaan we het anders doen? Het is een psychologisch complex proces. En ik vind dat er nog veel te weinig onderzoek, of veel te weinig de complexiteit opgezocht wordt om uit te zoeken van hoe is het zo ver gekomen? Waarom zitten we in een situatie zoals die nu zit? Hoe komt het dat er zoveel zwarte mensen nog steeds overspannen thuis zitten? Eerder sterven omdat ze, ja, omdat ze gewoon last hebben van racisme. We moeten dat met open ogen aan gaan kijken en erkennen. Dank je voor dit antwoord, Patricia. Dank voor dit antwoord, ja. Patricia. En ik denk, waarom is een vak, waarom wordt er niet op alle scholen verplicht een vak gegeven over wat racisme is? Wat is het? Wat doet het met mensen? Hoe komt het dat de ene mens denkt dat hij het recht heeft om de ander minderwaardig te behandelen puur op de basis van kleur en eventueel nog religieuze achtergrond? Waarom? Dat zijn systemen die bedacht zijn. Dat zijn systemen die bedacht zijn om mensen onder controle te houden. En om te snappen hoe dat systeem werkt, om het te kunnen ontmantelen, moet je eerst begrijpen hoe het systeem in elkaar zit. Daar kunnen we lesprogramma's over ontwikkelen, met elkaar. Maar ik denk dat het echt met open vizier benaderd moet worden. En we kunnen dat niet bedekken met een mantel der liefde door even hier een monumentje neer te plaatsen en eventjes zwarte mensen een aai over de bol te geven en denken dat ze daarmee tevreden zijn. En dat daarmee de zaak is afgedaan. Want wat gaat er na volgend jaar gebeuren? We hebben grote vieringen gehad van de slavernij. Kunnen we het weer aftikken? Gaan we weer door? Ja, Anthony? Is daarmee je vraag beantwoord? Ja. Ja? Zijn er andere vragen vanuit de zaal? Ja, als zou bijna. Ik durf bijna mijn vraag niet te stellen na wat je net hebt gezegd, because it makes sense. Maar ik heb toch een andere vraag nog. Ik ben dus gewoon een beetje benieuwd, waar kom je vandaan, Patricia? Vader, moeder, wat heb je van ze meegekregen en hoe sta je nu tegenover de legacy die je van hem hebt gekregen? De legacy, moet ik zeggen. Ja. Ja. Nou, ik benoemde het al in het begin, hè. Dus mijn beide ouders waren gewoon hartstikke gekoloniseerd. Echt, in hun denken ook, hè. Dus en dat heb ik meegekregen als kind. Ja, dus de westerse waarden, dat waren het beste. Dat was het beste. Mijn moeder heeft mij geweigerd Surinaams te leren. Want je moet je aanpassen. Aanpassen, aanpassen, assimileren, assimileren.
Maak jezelf onzichtbaar. Wees niet te erg aanwezig, want je bent zwart en het is gevaarlijk als je te zichtbaar bent. Zo ben ik opgevoed. En het is nooit helemaal weggegaan. Weet je? Dus ik zit hier nu en ik ben heel erg zichtbaar in de samenleving. Maar geloof me dat ik me daar heel erg ongemakkelijk over voel. Weet je wel? Het is niet zo dat ik zoiets heb als van, oh, ik ben kunstenaar en ik word gezien en hoi, 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 ik ben hier blij om. Helemaal niet. Ik vind het heel erg ingewikkeld om zichtbaar te zijn. Want het gevoel van onveiligheid en zichtbaar zijn zit heel diep geworteld in mijn wezen, in mijn bewustzijn. En ik denk dat ik daar nooit helemaal van afkom. Ga je gesprekken dan thuis? Je bent toch weer anders dan je ouders. Hoe gaan de gesprekken thuis? Kan je daar eens iets over vertellen? Ja, heel goed. Ja, absoluut. Ja, ik heb hele goede gesprekken thuis. En ik heb hele goede mensen om me heen, absoluut. Dat gaat gelukkig heel goed. Ja. Maar mijn beide ouders leven niet meer. Dus dat, ja. Dus die onveiligheid, dat is in mijn, er zijn ook settings dus waar je wel veilig voelt. Absoluut. Je noemde net Bebop bijvoorbeeld. Ja. En die Colonial Family noemde jij. Ja. Zijn er ook nog andere plekken die je zou willen benoemen? Of waar je aandacht aan zou willen geven hier op dit moment? Ik ben niet meer zo heel erg actief in Nederland. Ik werk nu veel in het buitenland. Dus daar ben ik een beetje opnieuw mijn weg aan het vinden. Dus dat is nog een beetje onwennig. Maar ik begin daar ook al een beetje een netwerk op te bouwen. Van best wel bijzondere zwarte vrouwen ook. Zwarte denkers. En dus dat is nog een beetje. Ik zit een beetje in een transitiefase. Dus ik moet even. Ja, ik weet het nog niet. Maar ik denk wel dat het heel tof gaat worden daar. Ja. Ja. Ik zag volgens mij. Ja, de microfoon komt naar je toe. Doet hij het? Ben ik zelf te horen? Ja. Even een opmerking voorop. Ik kom niet uit Suriname. Dat is waarschijnlijk zo wel te zien. Maar het proces dat jij beschrijft herken ik wel. Ik wil niet alle punten benoemen. Maar laat ik eens beginnen met de ouders. Die zich vooral gedragen als Nederlander. Het negeren van je eigen achtergrond. En uiteindelijk leidt het bij tweede en derde generaties altijd tot een... wij zijn eigenlijk wel... wij wonen in Nederland, maar we zijn niet helemaal Nederlander. Hoe zit het eigenlijk? Wat zijn de verhalen? Nou, dus dat van herkennen wou ik eventjes benadrukken, dat het een heel breder iets is. Maar jij zei als oplossing van... hoe noem je dat? Als je goed begrijpt, dan moet je dus als zwart binnen een wit institutie, de witten zover krijgen dat ze dus jouw achtergrond ook gaan bestuderen en ook begrijpen. En op die manier kun je op een gegeven moment barrières verwijderen. Nou, dan kom ik even bij een punt dat ik had willen maken. Je zet die tactiek in het beeld van, ik zeg maar zeggen, zwart-wit. Maar als je dat jouw oplossingsrichting zoekt, gaan er dan niet andere dingen ontstaan dat mensen ook gaan zoeken naar klasseonderscheid, naar religieus onderscheid en dergelijke? Mm-hmm. Ik denk dat je die dingen niet los van elkaar kan zien. Ik denk dat ras, gender, klasse en... misschien zelfs ook religie, weet ik niet helemaal zeker. Daar ben ik een beetje voorzichtig in. Omdat ik geloof namelijk dat religie iets persoonlijks zou moeten zijn. En niet openbaar. Maar dat is mijn overtuiging. Maar je kunt die niet los van elkaar zien. Het heeft allemaal onlosmakelijk met elkaar te maken. Het is allemaal met elkaar verbonden. Ik denk dat misschien ook één nuance op wat u net aangaf. Mm-hmm. Volgens mij gaf u aan dat zwarte personen zich in witte instituten zouden moeten inzetten om witte te overtuigen, om zich te interesseren in. Maar ik denk niet dat dat het punt was dat Patricia maakte. Ik denk dat de boodschap juist is dat witte mensen zich zouden kunnen interesseren, of misschien juist moeten interesseren in
de positie van een soort persoon in een wit instituut. Begrijp ik het zo goed? Ja, misschien? Ja. Dat is een net iets anders perspectief. Maar als je witte mensen op een gegeven moment uit eigen initiatief gaat in het koloniale probleem en zo. Gaat dat dan ook niet werken bij andere onderscheiden, zeg maar? Dus bijvoorbeeld dat, nou, ik noem maar even de zeven vinkjes om iets te noemen. Ja. Wat mij ervan trof, dat is dat die zeven vinkjes die bestrijden, die noemen een hele hoop dingen. Tussen machtshebbers en niet-machtshebbers, dat zijn die zeven verschilpunten. Maar één ervan is gewoon kleur. En de rest zijn allemaal sociale klasse dingetjes eigenlijk. Dus weer met mijn benadering, moet je je niet in heel veel andere dingen gaan verdiepen dan alleen kolonialiteit? Of moet je juist om... Is dit zo acuut, die kolonialiteit, dat je op dit moment daarop moet storten en de rest moet laten zitten? Wat verstaat u precies onder de rest? Nou ja, de andere zes vinkjes van meneer, weet u ook weer? Nee. Ik mis even iets hier, begrijp ik niet helemaal. Ik ken deze persoon ook niet. Nee. Maar ik denk dat Patrice net aangaf dat inderdaad het er allemaal bij komt. Dus dat het niet, dat ras niet losstaat van klasse, gender, et cetera. Dus ik denk dat daarmee uw vraag beantwoord is. Ja? Goed. Een andere vraag uit het publiek. Ja. Tussen de microfoon gekregen. Ja. Zoals het mag. Patricia, dank je wel. Ik ben heel erg geraakt door heel veel dingen die je hebt gezegd. Eén ding wat me net echt heel erg triggerde, waarvan ik denk dat ik daar nog heel lang over na moet gaan denken, was dat je zei dat je op de vraag net over sociale, over inclusie en diversiteit, dat je zegt dat het wordt heel vaak gebracht vanuit een wit perspectief en dat het ook is voor de witte mensen, voor de witte samenleving. Ik weet niet meer precies hoe jij het formuleerde. En dan moet ik acuut bijvoorbeeld denken aan Naomi Ellemers, KNW-lid hier, die inderdaad heel veel werk doet naar diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt of binnen organisaties, waarbij het altijd inderdaad wordt gebracht als een win-win. Diversiteit is goed voor jouw organisatie bij Shell. Dan produceer je beter, je organisatie wordt beter. Creativiteit neemt toe. Dus inderdaad vanuit dat perspectief, en dat wringt inderdaad enorm met wat je net zei, moet het niet gewoon gaan over rechtvaardigheid, gelijkheid, respect eigenlijk voor iedereen. Ik wilde alleen zeggen van, dat is inderdaad een... Nou ja, dat raakte me en ik ben daar helemaal niet uit. Dit roept heel veel vragen op. Mm-hmm. Dus ik denk dat het wat dat betreft voor mij deze avond al super geslaagd is. Nou, dat is goed. Ja, heel veel denkwerk. Dankjewel voor de feedback. Daar ben ik blij mee verder. Dankjewel. Ja. Ik denk dat we nog tijd hebben voor één vraag. Devika daarachter. Nou? Nee? Hallo? Oh, sorry. Ik wilde toelichten op het punt van de zeven vinkjes. Volgens mij is intersectionaliteit misschien meer een begrip wat jullie beter begrijpen, waar zeven vinkjes op is gebaseerd. En ik denk dat Patricia bedoelt dat als je verdiept in racisme of in diversiteit tussen haakjes binnen een organisatie, kan je ras niet loszien van klassisme, van seksisme, gender, al deze componenten. Het is geen lijst, maar het is meer een kruispunt. Dus, maar ja, nu de microfoon toch heb, misschien toch wel een vraagje. Hmm. Want voor mij persoonlijk is een proces van decolonisatie ook teruggaan naar spiritualiteit. Want ik denk dat het Westen heel erg een dichotomie van lichaam en geest heeft gereproduceerd. En ik was gewoon benieuwd van, heb jij spirituele praktijken of ja, hoe sta je daarin? Mm-hmm. Ik heb niet zeg maar een spirituele praktijk. zo durf ik het niet te zeggen. Maar spiritualiteit is wel iets wat altijd heel erg aanwezig is in mijn, bijna wel mijn dagelijkse leven, mijn dagelijks bestaan. En dat is iets wat, hoe kan ik dat nou zeggen? Het is eigenlijk iets wat heel natuurlijk gaat. Het is bijna iets waar ik niet eens meer echt over hoef na te denken, maar wat als een soort van zelfsprekendheid altijd bij mij aanwezig is.
En ik kan mijn werk niet doen zonder ook die spiritualiteit en die verbinding met de voorouders. Heb je dat vanuit huis meegekregen? Dus ja, zeker. Ja. Ook. Niet alleen, maar ook. Ja. Ook. Ja. Dus wat dat betreft, je gaf net aan dat je ouders totaal of misschien heel erg gekoloniseerd waren in de manier van denken. Mm-hmm. Maar daar zat dus ook nog een stukje in wat dat niet was. Ja. Ja. Dat heb je dus dat is die gekke paradox waar je dan in zit. Weet je? Ja. Dat klopt. Ja. Mooi. Ja. Nog één allerlaatste vraag. En dan gaan we afronden. Mevrouw hiervoor had nog een vraag. Ik vraag me af, Patricia, zeker naar aanleiding van het eerste gedeelte van jouw inleiding en je presentatie, waarvoor overigens heel veel dank. Ik blijf maar met de vraag zitten, heb jij eigenlijk wel een fijn leven hier in die witte wereld? Een vrij leven. Een fijn leven. Fijn. Met fijn andere leven. Woorden, ben je zelf wel bevrijd van de taal en de tekst van het kolonialisme? Want uiteindelijk moet je daar zelf ook bevrijd van raken. Anders kun je niet verder. We kunnen wel steeds terug blijven kijken. Maar we moeten vooruit. En we moeten erkennen wat er gebeurd is. En daar moet begrip voor zijn. Maar als we ons als individu moeten gaan verdiepen in de culturen, die diversiteit aan culturen die er in de wereld zijn, dan weet ik niet hoe intelligent je moet zijn om dat allemaal te kunnen bevatten. Maar de eerste vraag vind ik eigenlijk het belangrijkste. Hmm. Heb jij hier een fijn leven in deze witte wereld van ons? Nou, ik zit hier toch? Nee, ja, ik heb in zoverre een fijn leven dat ik me heel erg bewust ben van het feit dat ik kunstenaar mag zijn. En dat ik werk mag maken waarmee ik issues kan adresseren waarvan ik vind dat ze belangrijk zijn, dat ze geadresseerd zijn. En ik bedoel niet dat met alle culturen leren kennen, dat vind ik een beetje gechargeerd om dat zo te benoemen. Maar wat ik meer bedoel is om te kijken naar het systeem waar we nu in zitten. Stuart Hall heeft het ooit gezegd, we are here because you were there. En als je dat gaat beseffen, dat er hele grote groepen mensen hier zijn, omdat er 500 jaar geleden mensen van hier besloten om daar naartoe te gaan, dat daar een link is tussen die twee geschiedenissen, dan is dat een mooi startpunt, denk ik, om op zelfonderzoek uit te gaan. Dank, Patricia. Jij ook bedankt. Voor de lezing, voor het nagesprek. Dank ook aan het publiek voor de vragen. Er zal nu een receptie plaatsvinden. We kunnen nog met elkaar napraten. Voor nu sluit ik deze ronde af. Oké, dank jullie wel.